Ja, jongens, je ziet het goed. Ik loop hier met het voerbootje. En wie hebben we daar? Ja, ja. Het is de enige echte Bram de boodschappenman. Het is niet normaal. Daar staat hij weer, de knaller. En wat gaan we doen? Wij, we gaan even een bak vangen. Ja, en met, we hebben een special guest, hè? Ja, we zijn met niemand anders dan Rody Herbert. Ik weet niet of jullie hem kennen. Ja, als je hem niet kent, dan zoek hem op. Hij gaat vanavond een emmertje water krijgen sowieso, want ja. Zijn PR is maar 10 kilo. Dus we gaan lachen. We gaan lachen. Let go. We zijn net bij onze grote vriend Albert Heijn geweest. En het is weer ongelooflijk hoe vol die auto zit. Zoals je ziet, het bier moet wel koud worden. Dus we gaan ervan genieten. Bram heb de boodschappen natuurlijk geregeld, je kent het wel. En we gaan er vandoor. Ja. Zo, dat ging net goed. Gaan we maar eens onderweg. Dus het autootje is al bijna leeg. En daar zou je hem hebben. Een primeurtje in de video. Ja, Rody Herbert, ongekend. En die gaat vandaag even een bak vangen en een emmertje water. Ik zie het al helemaal voor me. Nou, we knallen even nog alles in één keer erop. Ga je ook een helpen, school? Ja, ik film jou. Ja? Dat ziet er goed uit, Wil. Dat is goed, goed voor de video. Nou, we knallen hem vol en dan gaan we naar de stekker. Ik loop met de laatste spullen. Net even de auto weggezet. En dat is weer een peststuk lopen naar de stek. Je kon er altijd even de spullen afzetten voordat het fietspad begon. En ik ben bijna bij de stek. Nou jongens, je ziet het, we zijn er gearriveerd op de pestbende stek. Kijk, dit is een Rody jongens. Rody is een beetje een mooi weervisser. En kijk eens wat die jongen heeft geregeld. Maar dat is toch wel bar hoor, barre man. Kom je te helpen? We zijn de eerste spullen alweer kwaad. Nu alweer? Lekker bezig, pik. Tent niet opzetten. Clip van die tent kwijt. Ah joh, dat komt wel goed. Ah joh, dat kan met een haring binnen. Ja, Bill. Ervaren vissen, je ziet het al. Nou jongens, we gaan ervoor. Zo, jongens, jullie zien het goed. Een lekker burgertje. Dat is even genieten. We zijn eerst even rustig aan het eten. Het was een zware looptocht. Even de heimels inknallen. En ja. We gaan ervoor. We hebben een gast. Verstandig aan de Red Bull. Rody moest weer aan het pils. Tuurlijk. Nee. Klein. Hij is koud, het lekkerst. Maar jongens, we gaan hem opeten. En dan zien we jullie zo. Nou, Bill. Laat jij eens even zien hoe je die dingen crust. Moet je eens kijken, joh. In die nanotech. Ja. Dat is wel een machine, hoor. Nou, dat gaat hem vanavond worden, hè, Bill? Ja, sowieso. Ik hoef niks meer te doen. Gaat knallen, de mannen lekker aan de burgers. Niks tekort. Dames en heren, mooie dames op 12 uur. Special. Kijk even hoe die dat dan doet, dames en heren. Hoe die dat dan weer. Gewoon hier, hup, een beetje rechts, een beetje links. Ja, hij weet wel hoe die dat doet. Het is niet de eerste keer, Bill. Ja, dat wel. Daar vaart hij. Ik weet alleen niet hoe we moeten inzoomen. Draai aan die lens. Deze? Nee, die lens. Deze? Juist. Daar gaan we, dames. We kijken, ja, Luc doet en heren. We kijken te weinig dames. Schat. Ja, daarom begin ik ook eerst met de dames, weet je. Die moeten wat meer, hoe noem je dat? De lijn zit er nog op. Wat meer aandacht, inderdaad. Je moet echt helemaal naar die kop toe. Ja, ben bezig. Daar gaat hij wel lopen. Ja. Maar als daar geen 20 aan legt vannacht, dan weet ik het ook niet meer. Laten we hopen dat het maar een 20 is. Ja, jongens. Jongens en Engelsen. Ze kunnen er maar niet afblijven. Topleukje eraan en gaan. Nou, jongens. En dan leggen de Engels in het water. Maar dan moeten de mannen aan het water. Is er water? Haast, doe maar ook nog een watertje. Nou, we gaan eens even zien of er nog wat water is. Maar ik zie wel wat ander water. Ik zie Westlands water. Hemels water. Moet je eens kijken dan. Even kijken hoe die dat nou allemaal precies doet hoor. Lekker wat tijgenootjes erin, wat mais erin. Moeten jullie eens kijken, bollen. Jongens. Gekruste bollen, je hoort dat al. En nou. Ja, er zit hier veel wier, dus we gaan lekker een stukje ervan afvissen. Met een ronnierig. Dat moet goed komen. Nou jongens, een hele goede avond. Ik heb mijn hengeltje ook klaar. Het duurde even, maar moest een nieuw systeempje knopen. En een nieuwe onderlijn, maar hij is klaar. Maar in de tussentijd dat ik dat deed, was dus in één keer de voerboot leeg. Bedankt, Wietse. Voor het niet opladen van de voerboot. Dus ik moet gaan gooien.
En aangezien dit een plek is met heel veel wier, heb ik ervoor gekozen om te gaan voor een PVA zak. Zoals je ziet, de smalle versie. Toppetje. Helemaal gevuld met Bully Crush, met een Ronnie Richter in. Met een Tuna pop-up. Ik weet niet waar ze liggen. Maar ja, daardoor weet je zeker dat je haak niet in het wier ligt. En ja, het moet gewoon goed komen. Kan niet anders. Dus ik ga hem ingooien. En ik zie jullie zo. We zijn hier bij Rody Herbert. En hij gaat hem ingooien. PVA zakje eraan. Lege voerboot. Het is shout-out naar Wietse. Ongelooflijk. Ja, vieze hond. Gewoon een goede swinger eraan. Veel harder. Nee, het gaat sowieso fout. Veel, ik zag het. Veel. Ja, Bill, laat mij maar. En dat zakje eraf. Ja, nou, ja, lul, was genieten. Wat een lul. Ja, deze kan je nog wel een keer herhalen. Het is echt niet te harden. Niet te geloven. Het zag er wel professioneel uit, Bill. Ik liet het je nog zien. Ik wil ook niet willen missen. Hij deed ook zo. Ja, hij sloeg precies tegen dat riet aan, joh, die lul. Moet wel. Ja, jongens. We gaan vandaag vissen met wat hennep, kant en klaar. Heel het bakje zit vol. En eigenlijk is dat heel olierijk. En daardoor verspreidt het heel snel in het water. Maar er zit weinig voeding aan. Dus die vis komt aan en eigenlijk valt dan die pop-up gelijk op. En dan denkt hij, die pak ik. Dat is de bedoeling. We gaan even uitvaren. De boot is eigenlijk leeg, maar we gaan het gewoon nog doen. Dus of je ziet me zo met de boot terug op de kant. Of je ziet me zo met een zwembroek. Dat zou dik zijn. Dat zou ik echt niet leuk vinden. Maar we gaan... Duimpje omhoog voor de zwembroek. Ja, als dat gebeurt. Oh. Nou, dan kom ik niet meer bij. Nee. Onderweg naar de plek waar het gaat gebeuren vanavond, jongens. De steun al in de hand. De boot zo leeg als maar wat. Maar ja, je moet er wat voor over hebben, hè, voor die bakken. Ja, jongens, dit gaat hem worden. Ik zie het wel al. Ik hoop dat hij het redt, hoor. Kijk, je ziet het hier. Zie je, film is. Zie je al die olie? Dat komt van die hennep. Echt bang dat hij leeg is. Hij vaart echt mega traag. Maar je hoeft maar een klein stukje, toch? We gaan hem in die zijsloot leggen. Ja, voor... daartje zo, voor... schiet er gewoon een veentje weg. Ja. Daar had je de vorige keer ook in gek, in die zijsloot. Jongens, bootje ligt vol. Eigenlijk met een PVA zak, want ik dacht dat hij leeg was, maar hij geeft nog 7 aan. En je mag varen tot 6.8. Dus we hopen dat het goed gaat. En we gaan ervoor. Ik hoop dat hij het redt. Luc, de chauffeur. Ik ken die wel. Drijven. Als ze de motor hebt. Kijk, waar ik nu heen wijs. Weten we de raad mee. En dan 2 meter meer naar links. Snap je? Hij is aanwezig. Goedenavond, heren. Kijk, het is natuurlijk top dat je hem zo om je nek kan dragen. Kijk, ik zeg het maar 1 keer. De nanotech. Dames en heren, jongens en meisjes. We zijn hier met Bram de boodschappenman. Ja. En kijk even wat er op zijn rug staat. Ik heb geen therapie nodig. Ik moet gewoon vissen. En dan maakt het bij Bram niet uit alsof het een karper of een brasem is. Of een voren. Ja, dat maakt wel uit. Want hoe gaat jouw swing heen en weer? Ja, het is abnormaal. Er zit 1000% een brasem. Nou, pakken die op. Dat willen we zien. Nee. Daarvoor staan we hier, Bram. Wij gaan niet weg voordat jij met die... Ja, daar gaat hij. Zeker weten. Is dat ja, even mooi? Ja, leuk. En pak dan hem even. Het weer lekker varen. De andere lamp. Ja, jongens, daar is hij. Het lappie. Het is echt een lappie. Het is nog niet eens een vis. Het is een zilt. Het is een zilt. Serieus? Ja, het is een zilt. Zo, ja, mooi gek. Dat is alweer een stuk minder. Zo, dat is toch wel dik. Zeg maar, dat water is best helder hier. Ik heb een leuke zilt gevangen, man. Nou, op de foto. Ja. Nou, jongens, voor de vlog. Moet je eens zien, jongen. Hij zwemt nog lekker. En mooi, jij zeelt. Bram op de foto ermee. Zo, hij zit helemaal vast in die piepa. Moet je zien, jongens. Komt ie, hoor. Een knijtersdikke zeelt. Hoppa, binnen is die. Hoppa. Hey. Nou, jongens, je ziet het, hoor. Zo hebben we. Ja, ja.
Tuurlijk. Eerste aanbeet is binnen, helaas geen karpen, maar ja, wel een zilt. Dat is voor mij de eerste, dus vandaar dat we even op de film ermee gaan. Ah, wel een mooie visie, toch? Ja, jullie weten mooi. Wat dat betekent, TW-volgers. Dat is een emmertje! Ja, een vis is een nieuwe emmer! Ja, gelukkig hebben we die regel niet. Bij 10.000 likes krijgt Bram gewoon een emmertje. Vind ik ook, dus doe even dat duimpje omhoog alvast. En geloof me, als ik het beloof, dan gebeurt het echt. Al is het in zijn woonkamer. Ja, we gaan hem weer snel terugzetten. En dan hoop op een karpertje. Jongens, het is fantastisch. Hij ging er in één keer vandoor. Waar, het was de Ronnie, hè? Ja, op de Ronnie inderdaad. Met, ja. Met de Met de Nanotech. Ja. Even uitgevaren. 2,5 uurtje later. Jongens, niks aan de hand. Hier zit een bak aan. Kijk, als die nou verspeelt, kan ik het niet meer over mijn hart krijgen. Maar jongens, hier zit echt een gigant aan. Ja, maar dat wier krijg je hem altijd wel mee, dus dat is wel flex. Ja, kijk dan jongens, kom we gaan hem even binnen haken en dan zien we jullie zo. Dit is slecht nieuws. Jongens, echt uit het niks, gewoon lijmreuk. Denk op de knoop, hij schoot echt ver los. Hij kwam eindelijk een beetje mee. Hij kwam gewoon mee en... Ja, wat voor run die gaf was sowieso een goede vis. Dat is echt niet normaal. Ik ben er zo klaar mee, joh. Zoveel geblankt dit jaar al. Dan krijg je dit gezeik ook nog hier. Niks aan de hand met die lijn. Tyfus. Nou, ja. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik kan eigenlijk alleen maar huilen. Nou jongens, je ziet het. Ik heb weer even gestreden voor het vaderland. Nieuwe onderlijn aangedaan. Met een PVA-zakje en een pop-upje. En... Zo, live kijk, aanbeet boys. Je ziet het, Bram heb misschien beet. Maar we gaan gewoon weer ingooien. Ik ben zwaar chagrijnig. Zoals jullie misschien wel merken. Maar ja, niet geschoten is altijd mis. We gooien weer in. En we zien het wel of er nog wat uitkomt. Wat denk jij, Bill? Heb je nog een goed gevoel? Ik hoop het, maat. Even wat vangen vannacht. We hebben wel veel actie voor de avond. Zeker, dat wel. Zeker. Nou, proost jongen. En ik zie je zo. Oké, jongens, de avond is gevallen. En we zitten hier nog... Even gezellig een biertje te drinken. Het is inmiddels 11:30. En Luc gaat zo naar huis. Die moet morgen natuurlijk hard werken. Nooit voor weinig. Nooit zo gereinig. Nooit voor weinig. Maar gaat het nog wat worden, Bill? Heb je nog vertrouwen in? Ik ga die pakken van. Bill gaat sowieso een emmertje krijgen. Nou, dames en heren. Het is gewoon gelukt. Moet je eens even kijken. Een prachtige schub in het netje. Ik ben er helemaal blij mee. Deze man die kwam tenminste zijn bed uit. Die Bram blijft gewoon liggen, hè? Wat ja, een lul. Wat een lul. Wat een lul. Maar het is echt een super mooie vis. We gaan hem even op de foto zetten, wegen. Ik denk dat hij 10 kilo wel had, toch, Bill? Ik denk het ook. Hij is wel dikker. Ik ben helemaal blij. Hij is ook wel breed gebouwd. Ja, ja. Mooie vis. Mooie visie. Heerlijk. Als we hem nu op 0 zetten, dan trek ik zo die slinger wel. Ja, alles staat op camera, meneer Van der Schee. Dus je kan niet vals spelen. Nee, daar hou ik ook niet van. Ik denk dat het wel meevalt. Hey, kijk jij het, vriendelijke vriend? Iets minder dan 12 kilo, jongen. Dat is toch netjes. Ja, en dan die matten nog af. Een kilootje. Nou. 10,5 kilo. Voor Bill een goede emmer. Nou, dat is toch een mooie vis. Ga maar eens even op de film zetten. Jongens. Ja, jongens, daar is hij dan. Na die verspeelde vis is dit extra lekker. 10,5 kilo, super mooie vis. Dikke staart erop. Echt een mooie bouw. Die bek ook. Een beetje apart bekkie, hè? Dat dacht ik ook. Maar ja, echt een super mooie vis. En hij kwam van de verre hengel. En ik ben er helemaal blij mee. Het was een prachtige drill in dat heldere water. Zo met mijn hoofdlampje op. En dat wier erbij, ja, daar doen we het voor. Okay. Jongens, hij kan weer terug. De dappere strijden. Het is echt prachtig om hem weg te zien. Zijn man. Zijn er allebei heldere water. En die één ligt hier op de kant. Dan zie ik uit. Zo zat ik net te drillen. Heldere water. Staat hij aan de camera? Ja, jongen. Ziet toch? Beste bak zo ook in het water. Een hele goede morgen, jongens.
Zoals jullie zien staan mijn hengeltjes er rustig bij. Ik zit lekker even op mijn bed. Maar wat ben ik blij met die prachtige vis van vandaag. Ik ga eens even naar de jongens, even kijken of die al wakker zijn. En het is nu 9 uur. Het zonnetje opgekomen. Ik ga uiteindelijk mijn bed uit. Dus ik ben benieuwd hoe we erbij zijn. Aan het lopen, maar dit is toch altijd wel jammer om tegen te komen. Ruim gewoon je tyfus hoor, jongens. Kleine moeite, groot plezier. Goedemorgen hoor, zitten ze even lekker bruin te bakken. Het is warm hè, Wil? Ja, heet jongen. Lekker weertje. Had jij nog actie gehad of was het helemaal ijskoud? Weinig. Ja, toen jij met mijn pet uitkwam. En jij, Bram? Ja, na de zilp is het ijs stip gelegen. Ja, er ligt heel veel wier, zoals je hier ook al kan zien. En door we niet meer konden varen was het toch wel lastig. Een dukke SR naar Wietse van de Schijn. Dus Wietse bedankt. Door jou hebben we niet meer gevangen. Toppen. Maar ja, we hebben er wel veel van genoten. Dus we gaan even lekker een tossetje bakken, denk ik. Denk jij daarvan? Nou, ik ga zeker een tossie maken. Lekker een broodje grillen. Ja, dat is ook goed. Jongens, je ziet het, een lekker ontbijtje. Ja, ja. En wat doe jij nou op je tosti? We doen een lekker samurai. Ja, is dat een aanbeveling? Dat is een knaller. Ja, shout-out naar Calvé. Jongens, geloof ik toch niet? Dat zou je hebben. Dit is toch wel het mooiste nieuws van de ochtend. Kijk eens even, jongens. Een energieklappie. Ja. Het is weer zover. Het is weer zover, hè? Vorig jaar denk ik 3 brasems gevangen in een heel jaar. En dit is al nummer 5 van dit jaar. Het is weer abnormaal. Het is wel weer mooi, Bram. Geen piepje gehad? Nee, het is weer raak. Ik kreeg 2 piepjes, toen twijfelen we wel een beetje, maar... Ja, je kan er echt van genieten, hè? Jij? Handel. Nou, maar het onthaken en opruimen. Zeker weten. Een mooie lap. Jongens, Bram, heb je nou dit jaar meer karpers of brasems gevangen? Ja, ik denk toch wel meer brasems. Voor mij hebben we de nieuwe brasemkoning 2021. Ja. The legend. Helaas. Nou, ja. doe een duimpje omhoog voor Bram de brasemkoning. Nou jongens, we zijn druk aan het opruimen. Het is een zooitje. Maar deze jongen wordt over een half uurtje opgehaald. En deze jongen moet gewoon nog werken vanmiddag. Ja, ja. En weet je wat nou het allermooiste van alles is? Dat deze jongen gewoon weer een lekker nachtje gaat vissen. Karp vissen door Nederland in Limburg met Wietse. Dus daar ga ik zo meteen heen. Zo meteen even accu's opladen. Dan gaan we de auto inpakken. 2 uur rijden. Ik heb daar eigenlijk al helemaal zin in. En daar komt ook weer een video van. Als we wat vangen, dat wel. En we gaan verder met opruimen. En ik spreek jullie zo. Ah jongens, je ziet het. Rodi gaat er vandoor. Wij zijn ook bijna klaar met even het autootje aan het inpakken. Opruimen. Het is niet normaal heet, jongen. Ik ben helemaal kapot gezweet. Je ziet het, hij ligt er weer veel te vol. Dat wordt nog een leuke uitdaging. Of niet, Bram? Ja, het wordt een aardige strijd. Ja, wat moeten ze doen? Als ze de video leuk vonden, duimpje omhoog. Duimpje omhoog, abonneer voor meer. En we zien jullie volgende week dinsdag 3:30 weer terug op de buis.